Welkom. Er is de start van het nieuwe parlementaire jaar, maar zonder regeringsverklaring, zonder commissies, is dit window dressing? Nee, het is vastgelegd in de wet, zeg maar, in het decreet, dat wij op de derde maandag van september, hoe dan ook, van start gaan, of er nu een regering is of niet, het parlementaire jaar wordt geopend. Dus precies wat wij vandaag gedaan hebben. Dus we hebben die opening gehad. We hadden natuurlijk wel liever gehad dat we meteen er konden invliegen, nieuwe regering, regeringsverklaring, alle toeters en bellen daar rond. Maar ik heb toch het gevoel dat dit geen verloren namiddag is geweest. We hebben wat praktische dingen moeten afhandelen, maar er is toch ook al meteen een vrij scherp debat geweest over een aanpassing van het decreet rond de jeugddelinquentie. Dus ik vond het wel nuttig. Wel een nuttige middag. Ja. Oké, maar hoe komt het dat er geen septemberverklaring is? Waarom laat die Vlaamse regering zo lang op zich wachten? Ja, we hebben de traditie inderdaad in Vlaanderen om vrij snel na de verkiezingen, meestal is dat al voor 11 juli, een regering te hebben. Dat is altijd zo geweest. Dat is dus nu niet gelukt. Daar zijn denk ik verschillende redenen voor. We kennen die. Het feit dat men nog eens bleef kijken wat er met die federale regering wel zou gebeuren, is er één van. En dan natuurlijk toch ook de vaststelling dat dat er ook budgettaire problemen zijn die opgelost moeten worden en dat je die best ook wel grondig aanpakt voor je van start gaat. Ik denk dat men nu in die fase zit waar men weet van wat willen we gaan doen de komende jaren op de verschillende thema's. Maar dan ook, ja, hoe gaan we het betalen? Ja, hoe gaan we het betalen en wanneer zal die nieuwe regering landen, denkt u? Ja, wij hopen toch wel dat het in de loop van deze week nog kan. Eventueel volgende week en dat we dan inderdaad als de partijcongressen hun goedkeuring hebben gegeven aan die regering, dat dan ook het parlement die regering kan instellen. Mm-hmm. Nu woensdag is er ook een bijzondere commissie. Wat betekent dat precies? Wat wordt daar gezegd? Ja, een parlement moet natuurlijk wel de ministers kunnen ondervragen. Dat is een van de taken van een parlement. Federaal gaat men altijd meteen over tot de installatie van de commissies. Commissie aan Vlaamse kant onderwijs, openbare werken, leefmilieu. Dus federaal gaat men onmiddellijk die commissies instellen, omdat men daar ook wel weet dat het lang kan duren voordat er een nieuwe regering is. En in die commissies kan men dan de ministers ondervragen. Wij doen dat niet, omdat wij meestal wel snel een regering hebben. Hebben we dus onze commissies nog niet ingesteld. Maar je voelde wel bij sommige collega's dat die echt wel de behoefte hadden om toch een paar vragen aan de ministers te stellen, weliswaar de ministers van de uitredende regering. En daarom hebben we nu woensdag die bijzondere commissie. En er zijn al 44 vragen ingediend. Er zijn 44 vragen ingediend en 2 interpellaties, dus dat wordt echt een helse dag. Van die 44 zijn er een tiental die niet ontvankelijk zijn, maar dan nog blijven er een hele reeks over. Ja. Oké. We hadden het al over die nieuwe regering die in de maak is. Hoeveel ministerposten zullen er uiteindelijk worden uitgedeeld? Er is sprake van 10 ministerposten. Ja, dat is nu nog volop in discussie, denk ik. De Vlaamse regering telt nu 9 leden. Je zou naar 11 kunnen gaan, dus wettelijk is bepaald dat het dat 11 mogen zijn, maximum. Ik hoor ook dat men overweegt om eventueel een minister bij te maken, omdat er ook wat bevoegdheden bij zijn gekomen aan de Vlaamse kant na de laatste staatshervorming. Ja, maar of dat ook gebeurt, dat weet ik niet. Ja, maar die staatshervorming dateert al van 2011, 2014, dus had er toen al eigenlijk een extra minister moeten zijn? Ja, dat is een goede reactie. Anderzijds, die nieuwe bevoegdheden, ja, die komen nu pas volop, denk ik, in werking. Ik merk ook tijdens de regeringsonderhandelingen, ik heb ook zo'n paar domeinen meegemaakt, dat bijvoorbeeld voor justitie men daar nu eigenlijk pas voor het eerst echt op doorgaat, ook in die regeringsonderhandelingen. Ja. Er wordt ook gezegd dat men nu een plaats nog zoekt voor Lisbeth Homans en dat het daarom is dat men eventueel een extra ministerpost zou creëren. Ja, ik denk het niet. Ik ga er voor de rest niks op zeggen. Maar ik denk als men de verdeling van de zetels maakt, ook volgens het systeem D'Hondt, dat het niet bij de N-VA is dat er eventueel wat extra rek moet komen. Ja, oké. We hadden het daar net al over de budgetten. Daarvan is al uitgelekt dat de budgetten niet per se hoeven te kloppen. Maar hoe ver kan dat gaan voor u? Er wordt nu al gezegd dat we afstevenen op een tekort van 500 miljoen euro. Het is zeer zeker zo dat gewoon al bij constant beleid, als men alles blijft doen wat we in het verleden gedaan hebben, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn,
als je dat constante beleid, als je dat doortrekt, ja, dan heb je al een flink tekort van een aantal honderden miljoenen euro's de komende jaren. Laat staan dan als je een aantal nieuwe dingen wil doen, dat is altijd zo bij regeringsonderhandelingen, dat er ook een aantal nieuwe wensen op tafel komen. Dus dat alles samen betekent toch wel dat er, dat er middelen nodig zijn, extra middelen. We weten dat niemand graag belastingverhoging heeft, dat politieke partijen dat ook liefst niet opleggen. Dus dan zoekt men andere manieren en dan zoekt men waar men nog eens kan besparen. Ja, en gaat men dan boekhoudkundige trucs toepassen, zoals bijvoorbeeld bij Oosterbeel gebeurd is, om die buiten de begroting te houden? Ik hoor ook dat onderwijs eventueel buiten die begroting wordt gehouden. Kan u daar iets van zeggen? Ik denk dat dat een technische discussie is. Hè. De vraag is ook, ja, wat zijn trucs? We weten van Oosterbeel dat daar verschillende meningen over bestaan. Sommige specialisten verdedigen dat perfect buiten de begroting kan. Hè. Dat je ook in je eigen gezin, als je een huis bouwt, dat je dat niet in één jaar in je gezinsbudget moet verwerken, maar dat je dat doet met een lening van 20 jaar, ik zeg maar wat. Dus in dezelfde redenering kan je perfect verdedigen dat zo'n Oosterweel-project en andere grote projecten, dat men dat niet in één jaar in die begroting plooit. Maar anderen zeggen, vooral op Europees niveau, dan nee, dat moet er allemaal in één keer door. Dus dat zijn verschillende visies. Ik denk dat dat ook nog uitgeklaard moet worden. Dat moet nog eventueel uitgeklaard worden, zegt u. Laten we het nog even hebben over de regeringsvorming. Kunnen we eigenlijk stellen dat confederalisme de facto eigenlijk al gerealiseerd is? We hebben nu die Vlaamse regering die bijna landt. De Brusselse en de Waalse regering zijn al gevormd. Dat moet eigenlijk als muziek in de oren klinken. Och, muziek in de oren. Het is wel een bewijs en dat waren de verkiezingen eigenlijk ook wel. De verkiezingen die duidelijk hebben aangetoond dat men aan de ene kant van de taalgrens anders stemt, helemaal anders stemt dan aan de andere kant van de taalgrens. Pas op, dat is even waardevol, ik doe daar geen uitspraak over, maar je ziet wel dat men anders stemt, dat men dus anders redeneert blijkbaar, anders denkt over de dingen. En ook het tijdpad waarmee die regeringen nu tot stand komen, ook de samenstelling van die regeringen, ja, je merkt dat dat uiteenloopt en dat eigenlijk dat staatsverband zoals we het in het verleden kenden, dat Belgische staatsverband, in de praktijk inderdaad al anders werkt. Ja. Nu, Theo Francken onderhandelt mee op federaal vlak. Betekent dat ook dat hij geen minister van Onderwijs wordt en dat hij toch nog federaal gaat? Of hoe moeten we dat begrijpen? Ook al zitten we waarschijnlijk dicht bij een oplossing voor de Vlaamse regering, denk ik dat dat nog wel iets te vroeg is om daarover uitspraken te doen. Wie minister wordt en wie niet, ja. Daar is men denk ik nog niet aan toe. Alle begrip daarvoor. Ik heb nog een paar persoonlijke vragen voor u. Wilt u voorzitter van het parlement blijven? Goh, het is natuurlijk een hele eer om dat te doen. Hè. Het is een mooie job. Maar ik heb altijd gezegd toen men het mij vroeg in juli of ik dat tijdelijk wou doen, heb ik altijd gezegd, ja, ik wil dat doen, maar ik ben daar ook geen vragende partij voor. Dat is niet iets waarvan ik zeg, dat is nu van mij. Zou je het graag doen? Als dat zou blijven, zou ik het inderdaad wel proberen te doen. Maar ik zou ook niet kwaad zijn als het iemand anders wordt. U zegt proberen te doen. U bent ook nog burgemeester van De Haan. Mag dat gecombineerd worden met het voorzitterschap? Dat mag in theorie wel. Met een ministerpost kan je dat niet combineren. Met een voorzitterspost kan dat wel. De Haan is ook geen wereldstad. Dus wat dat betreft valt dat nog wel mee. Maar goed, ik kijk wat op mij afkomt en gaat het door, dan gaat het door, dan zal ik er mijn best voor doen. Komt er iets anders uit de bus? Dan gaat u misschien opnieuw terug naar de commissie Leefmilieu en zo? Ja, ik heb altijd Leefmilieu Ruimtelijke Ordening gedaan. Ook nu in de regeringsonderhandelingen heb ik die thema's opgevolgd. Media doe ik ook wel graag. Dus we zien wat er gebeurt. Oké, goed. Laatste vraag. Ja, u had van de zomer uw reis moeten annuleren omdat u voorzitter werd. Is die reis intussen ingehaald? Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje een vreemde vakantie geweest, maar ik denk voor heel veel collega's. Hè. Na de verkiezing was het toch wel onverwacht wat dan gebeurd is en dat ik dan voorzitter werd. Als voorzitter heb je toch hier in huis wel een aantal dingen. Hè. Als de andere parlementsleden thuis zijn, ja, is er hier toch nog wel wat werk op de plank. Ook veel delegaties die hier langskomen, ambassadeurs enzovoort. Dat loopt gewoon door, ook in de zomermaanden.
En dan op het, in augustus dacht ik, ja, nu is het misschien wel het moment om er eens met mijn vrouw van door te gaan een weekje. Maar dan zijn de regeringsonderhandelingen gestart, ja, dus dan was dus het weer nog. Die vakantie heeft u nog te goed. Nog een laatste vraagje over Chris van Dijk. Ja, hij was hier ook vandaag. U heeft hem dus opgevolgd. Hoe gaat het met hem? Ja, met ups en downs. Ik heb het hem ook vandaag gevraagd. Ik kan mij dat ook best voorstellen, dat hij daar nog niet helemaal uit is. Hè. Chris is een heel veerkrachtig collega die ook al heel lang meegaat en ook al heel wat watertjes doorzwommen heeft. Maar plezierig is anders natuurlijk. Ja, oké. Okay, laten we hopen dat dit parlementaire jaar plezierig en interessant en relevant wordt. Dank u wel, Wilfried van Dalen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.